Er is in Amsterdam een heuse winkel geopend waar je een kijkje kunt komen nemen en vervolgens ecstasy, MDMA en weet ik veel wat allemaal kunt halen. Dirk Jan Thijs weet er alles van, is aangeschoven hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Een winkel, ja? Jazeker. Wat verkoop je allemaal in de winkel? Nou, wij verkopen in feite alleen ecstasypillen. Dus we hebben verschillende soorten pillen. We hebben gekleurde pillen, we hebben groene pillen met verschillende hoeveelheden MDMA. Mm-hmm. Hebben wij in die winkel verkocht. Je hebt ze ook meegenomen, hè? Voor ik iedereen heb ze meegenomen, die driva.nl/live zit te kijken. De zakjes hebben wij die. Vertel even, wat heb je allemaal? Nou, dit zijn de gekleurde. Dat zijn, die kan ik zeker aanraden. We hebben hier we hebben groene pillen en het MDMA-gehalte verschilt per pil. Gooi ze even hierheen. Even kijken of het wel echt spul is. Ik breng ze even jouw kant op. Ja, even kijken. Oh, kom mee. Ja. Oké. Het komt mij op zich bekend voor dit. Die kun je gewoon in de winkel kopen. Die kun je in onze winkel kopen. Ja, slikken. Hé, nee joh. We zijn op de radio. Is dat goede kwaliteit? Dat is goede kwaliteit. In de winkel echte kwaliteit? Ja. Oh, okay. Getest hem wel. Oké, hoppa. Zo. En nu ga ik niet over mijn nek, zeg je, zo meteen. Ja. Nou, dat over nu. Ja, inderdaad. Hé, hey, hij is van de winkel. Hij zegt dat het allemaal prima is. Ja, toch? Wel benieuwd. Nou, oké. Okay. Goed. Ik ben benieuwd wat hier over een plaatje mee gaat gebeuren dan. Dit kun je gewoon in de winkel kopen, hè? Waar zit die winkel? Die zit in de Rosmarijnsteeg. Het was voor één dag vandaag in Amsterdam. Huh. Was het druk? Het was heel druk. We hebben honderden mensen gehad. We hebben media van Indonesië tot de Verenigde Staten en van Italië tot Frankrijk over de vloer gehad. Dus het was volle bak. Nou, oké dan. Ecstasy. Ik heb het idee dat ik gewoon rustig rechtdoor aan het praten ben. Toch, Matthijs? Ja, hè? Ik voel eigenlijk geen ene zak. Dirk Jan Thijs is hier van de Ecstasy-winkel in Amsterdam. Dat klopt het niet. Nee, het werkt nog niet echt, geloof ik, hè? Nee. Nee. Heb je mijn rommel verkocht, hè? Ja, ik heb je rommel verkocht. Het is geen echte ecstasy. We hebben vandaag... Wat heb ik dan nu geslikt? We hebben vandaag placebo-pillen verkocht in Amsterdam om aandacht te vragen voor legalisering en regulering van ecstasy. En het was simpelweg een pepermuntje met een kleurtje. Het leek er echt verrek te veel op. Maar ze zijn wel lekker. Dat weet ik niet. Ik heb nou gewoon een beetje een frisse buik, weet je wel? Ja. Goed. Jullie hebben vandaag dus placebo's verkocht in Amsterdam en met een reden. Zeker. 40.000 jongeren gebruiken maandelijks ecstasy. Het is het is eigenlijk gemeengoed geworden bij heel veel feesten. En dat komt allemaal uit het illegale circuit. Je hebt net zelf een pil geslikt zonder dat je wist wat erin zat in feite. Mm-hmm. Hoeveel MDMA, dat had misschien een bijwerking kunnen hebben. Had misschien een vervuilde stof bij kunnen zitten. En dat is het risico eigenlijk wat 40.000 jongeren heel vaak nemen. Je kunt die pil testen, maar een heel klein percentage doet dat. Yeah. En wij zeggen, nou, laten we dat probleem nou eens goed aanpakken. Laten we nou eens zorgen dat we ecstasy reguleren en legaliseren. Zodat je de productie goed kan regelen. Zorgen dat je mensen werkelijk weten hoeveel werkende stof er in een pil zit. En dat je vervolgens ook in een winkel met voorlichting, met een leeftijdscheck, want dat zijn allemaal dingen die een straatdealer niet doet, die pil kan kopen. Uitstekend! Kunt idee. Dat dachten wij ook. Wat zijn de reacties? Heel divers. Jullie zijn des duivels dat jullie dit voorstellen. Tot lovend. Je kunt het een beetje meten aan het burgerinitiatief wat wij gestart zijn. Om ecstasy en werkelijk te legaliseren en te reguleren. Dat heeft nu in één weekend 5.000 handtekeningen opgehaald. We hebben er 40.000 nodig. Dus we hebben nog wel een weg te gaan. Maar dat er 5.000 mensen al dit weekend hebben gezegd van ja, dit is een goed idee. Dat toont ook wel aan dat er draagvlak voor is. Ik zie meteen al binnenkomen via de mobiele app van 3FM een bericht van Jochem. Die zegt, waarom is het nodig om drugs te promoten? Hij vindt het promotie. Ja, nou, daar ben ik het niet zozeer mee eens. Het is geen promotie. Kijk, op dit moment hebben we marihuana ook gelegaliseerd. Dan zeggen mensen wel eens, ja, dan normaliseer je het. Dan maak je het eigenlijk gewoon gemeengoed. En dan gaan mensen het eerder gebruiken. Nou, de cijfers wijzen uit. Veel restrictievere landen, zoals Groot-Brittannië, maar ook Frankrijk, daar wordt veel meer gebruikt dan in Nederland. Dus die link tussen legalisatie en het toename van gebruik, die zie ik niet zo. Ik ben het heel erg met je eens dat het onderhand in Nederland hier wel een keertje tijd wordt om even ergens te kijken met z'n allen of we er anders mee om kunnen gaan. Want je weet dat er drugs gebruikt worden. De ene keer krijgen de festivalorganisatoren de schuld van. De andere keer dan wil de politiek zich er niet aan branden. En dan aan de andere kant zijn de mensen gewoon
toch wel beter af als ze het gewoon zouden kunnen testen ergens. Zeker, zeker. Nou, of dat je gewoon weet dat je goed spul koopt en die waar. Die testmogelijkheid is er nu helaas nog niet op feesten, maar alleen als je naar een speciale instantie, bijvoorbeeld een lokale GGD gaat. En wij vinden dat niet voldoende, want jongeren nemen die stap niet. Als je nou gewoon het helemaal bij dat illegale circuit weghaalt, dan kun je volgens mij veel beter doen. Dan kun je iedereen die pil wil gebruiken, kun je voorlichting geven over, nou ja, drink genoeg, zorg dat je niet te veel neemt. Dit is een aanbevolen hoeveelheid wat je maximaal op een avond kan handelen. Dan kunnen mensen er veel verantwoordelijker mee omgaan. Het alternatief is verbieden en dat werkt volgens mij niet. Waarom werkt dat volgens jou niet? Omdat het de criminaliteit ingaat? Omdat als je iets verbiedt, het toch gaat doen? Nou, één, maar vooral, kijk, het idee van verbieden is dat je het probeert uit te bannen. En ik denk dat dat een naïeve gedachte is. Dat je drugs zomaar kan laten verdwijnen. Je ziet waar, als je bijvoorbeeld die hele oorlog tegen drugs, bijna de war on drugs in de Verenigde Staten, hele strenge straf. En je hebt het in heel veel andere landen ook. Maar nog steeds wordt de drugs gebruikt. Dus ik vind dat verbieden eigenlijk een soort van wegkijken. En wat we eigenlijk moeten doen in plaats van wegkijken is legaliseren en reguleren. Je hebt nu een dag lang een winkel geopend. Ja. Het burgerinitiatief is er ook. Oftewel, je kunt je handtekening achterlaten op mdmja.nl als je dit steunt. Yes. En wat ga je er dan mee doen? Nou, wij zijn een jongerenorganisatie verbonden aan D66. We hebben eerst geprobeerd om via D66... dit op de agenda te zetten. Zij durven niet, zij willen niet. Dus toen dachten wij, nou, dan moeten we het zelf proberen. Met 40.000 handtekeningen kun je een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten. En dan mogen wij, als het lukt, het zijn er heel veel, maar het loopt hard. We hebben er nu 5.000 en we zijn eigenlijk pas net begonnen met de actie. Ja. Dan mogen wij de Tweede Kamer toespreken van, kijk, dit is onze oplossing voor een bestaand probleem. Ja. En dan hoop je maar dat je daar gehoord krijgt. Ja, maar eerst moeten we op mdmja.nl die 40.000 handtekeningen binnenhalen. Wanneer is, als je dan de Tweede Kamer mag toespreken en je hebt het allemaal gedaan, is dan je ideaalbeeld samen met je collega's dat je dan dadelijk in de clubs of bijvoorbeeld op Lowlands een ecstasypil legaal kunt kopen? Is dat? Nou, dat zou niet onze directe voorkeur zijn. Onze voorkeur zou zijn dat mensen het niet op een feest zelf kunnen kopen, maar dat ze het in een winkel bijvoorbeeld overdag kunnen kopen. Op het moment dat ze volledig helder en bewust daar een keuze voor maken. En niet dat mensen al geslikt hebben en vervolgens op zo'n feest misschien nog denken, ik wil er nog één of nog één. Nee, dus vooraf een hoeveelheid kun je kopen voor één persoon, voor één avond. Dat het ook niet de handel ingaat. Dat is ons ideaalbeeld. Dankjewel, Dirk-Jan Thijs van de Jonge Democraten. Graag gedaan. Als je zit te luisteren en je wil reageren, kom erop, hè. De avond is voor jou. Dus 3333 voor je sms'je of de mobiele app van 3FM voor jouw gratis bericht op Twitter. Ik ben @RoosMarijn en alles met hashtag 3FM en hashtag 3 voor 12 lees ik uit.